toelichten, want er zijn wel verschillen tussen. En ook waar je je keuze op kan baseren om te focussen. In ieder geval veel mensen die dus Google gebruiken in Nederland. Maar ook Facebook wordt dagelijks echt enorm veel gebruikt. Instagram wordt ook steeds meer gebruikt, dus dat is ook echt wel groeiende. Dus in ieder geval goed te zien dat jullie regelmatig gebruik maken van Facebook ook. Dus dat is in ieder geval mooi. Maar ik zal even de voor- en nadelen ook even erbij toelichten. Google wordt vooral gebruikt voor echt specifieke bezoekers. Dus iemand zoekt echt naar turnen in Zaltbommel. En dan gaat hij kijken welke clubs allemaal zijn en dan gaat hij zich oriënteren. Dus eigenlijk bepaalt iemand hier zelf dat hij wilt zoeken, zeg maar. Bij Facebook is het anders. Je kan hier gratis organisch bereik mee krijgen, want je staat in Google. En Google die plaatst je op een bepaalde hoogte. Nou, hoe beter jouw website werkt, hoe hoger je wordt gepositioneerd. Dat zag je ook wel bij Beter Turn, dat die uiteindelijk steeds beter gepositioneerd werd. Omdat wij onze website steeds meer verbeteren. Dus dat werkt alleen maar als je een goede positie hebt en de website goed werkt. En het is dus afhankelijk van jouw gebruiksvriendelijkheid van je website. Google is best wel streng, want hij wil altijd een snelle website hebben en een goed werkende website. Dat is niet altijd het geval bij gymnastiekverenigingen. Dus dat is wel een dingetje. Facebook. Hier zie je dat bezoekers vooral op zoek zijn naar vermaak. Dus vaak zijn ze aan het scrollen, ze kijken naar video's, ze kijken naar plaatjes. En ze komen dingen tegen, zeg maar. Dus het is heel erg ideaal voor de impressie van je club te laten zien. En daarmee leuke dingen te delen. Dus daar kan je wel mensen mee enthousiasmeren. Dus niet echt een zoekgerichte bezoeker, maar iemand die dan toevallig eigen op het platform is. Dus dan kan je op een andere manier kan je daar je voordeel van uithalen. Nu denken we heel vaak dat Facebook afhankelijk is van het aantal likes wat je hebt. Ik ben ook wel benieuwd of jullie weten hoeveel likes jullie hebben. Maar likes bepaalt niet hoeveel mensen jullie berichten zien. Dus bij BTN hebben wij nu denk ik 3000 nog wat likes. Terwijl maar 5 tot 10% ziet nog maar echt onze berichten gratis, zeg maar. Dus wij moeten, en dat is ook bij iedere pagina tegenwoordig. Dus Facebook wil eigenlijk dat alle bedrijfspagina's, dat zijn ook alle stichtingen en clubs, dat die eigenlijk betalen om je eigen volgers te kunnen bereiken. Dus dat is eigenlijk wel iets nieuws wat ook steeds meer aan het groeien is, want je moet er steeds meer gaan betalen om Facebook goed te kunnen gebruiken. Dus dat is echt wel zonde. Dus het kan best wel zijn dat je misschien hebt erkend dat je steeds minder views krijgt, zeg maar, op je post op Facebook. En dus is afhankelijk van de Edge Rank, noemen ze dat. Edge Rank is een soort ranking systeem wat Facebook gebruikt om de ene pagina of de ene post eerder te laten zien dan een andere. En ik zal het even toelichten hoe dat dan iets meer werkt nog, Edge Rank. Maar je moet dus steeds meer betalen voor het bereik. Dus dat is wel een nadeel. Dat weten veel mensen niet. En dat is voor ons ook al een reden om over te stappen naar iets meer naar Google als basis te nemen. En dan Facebook is voor ons aanvullend tegenwoordig. Dus het is niet zo dat je niet Facebook kan gebruiken of dat het niet goed werkt verder. Maar het is wel aan het veranderen. Dus het is goed om Facebook te blijven gebruiken. Maar advertenties worden wel steeds belangrijker dus. Tips voor Facebook. Als je hogere edge rank hebt dan heb je ook meer bereik dus meestal. En dat doe je door zoveel mogelijk interactie te krijgen in je post. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk likes, shares en delen hebben op je post. Dus als er weinig likes zijn of weinig shares, dat is hetzelfde trouwens. als er weinig interactie is, dan zal Facebook je lager plaatsen. En dan worden dus andere posts van andere pagina's eerder getoond aan bezoekers van Facebook. Voordeel is wel, video's krijgen de meeste bereik tegenwoordig. Dus die worden automatisch hoger geplaatst dan bijvoorbeeld een plaatje of alleen een tekst. Dus vandaar ook wel belangrijk dat het heel erg belangrijk is om als club steeds meer video's op te gaan nemen ook. Dus dat past meteen ook bij waar we van de week over hebben gehad. En een andere belangrijke is dat je zo min mogelijk externe links plaatst. Je kan dus bijvoorbeeld een plaatje plaatsen van de club of een foto of een video met een linkje van goh, ga naar onze website om je in te schrijven. Het is alleen hoe vaker je een externe link plaatst, dus hoe vaker je een www. Met je club bijvoorbeeld erbij plaatst, hoe lager je edge rank wordt. Want Facebook wil natuurlijk dat je op hun platform blijft. En die wil eigenlijk niet dat je mensen doorstuurt naar een andere pagina. Niet zo dat je het niet meer kan gebruiken. Alleen als je het dus continu doet,
zal je lagere engagement krijgen en zal je dus minder bereik hebben met social media. Dus dat is wel goed om daar bewust van te zijn. Dus wij proberen regelmatig posts te plaatsen zonder links. En voor belangrijke posts plaatsen we dan wel een link. Dus dan doen we het eigenlijk functioneel. Zo houden we die edge rank hoog. En dan krijgen we toch onbetaald iets meer bereik. Dus dat is wel fijn. Laatste tips voor Google. Google wil je vooral echt een snelle website. En dit is echt een van de belangrijkste dingen om te groeien daarin. Je website moet geoptimaliseerd zijn. En dat zorgt uiteindelijk voor een hogere positie in Google. Er zijn een aantal punten die daarbij kunnen helpen. Zorg ervoor dat je kleinere bestanden gebruikt. Dus liefst JPG. Dan heb je een snellere website. Dus hoe kleinere bestanden, hoe sneller je website. Dus een website hoeft niet altijd heel mooi en speciaal te zijn. Het is natuurlijk wel goed als die mooi uitziet. Als je website heel mooi wordt, maar daardoor ook trager, dan zou ik toch eerder kiezen voor een snelle website. Gebruik maken van de juiste keywords. Dat zal ik zo meteen nog even toelichten, want je wilt natuurlijk gevonden worden op bijvoorbeeld Turnen. Of op Springgroep, of een ander woord waar je als lesgroep gebruikt, of jongens Turnen. Benoem dus ook je afbeeldingen. Als je je website invult met bijvoorbeeld een video of een plaatje, een afbeelding, dan heb je het gemaakt met je telefoon, staat er vaak image 263. Alleen dan kan Google het natuurlijk niet goed vinden. Dus eigenlijk moet je die afbeelding wil je benoemen tot, als het een turnfoto is, turnen, streepje, in, streepje, Zaltbommel. Want dan zoeken mensen op Google op turnen in Zaltbommel. En door je afbeelding word je dan vaker gevonden. Dus dat noemen ze ook wel alternatieve tekst. Dus dat is ook een belangrijk punt. Er moet ook geschikt zijn voor mobiele bezoekers. Want tegenwoordig zijn er superveel mensen die via mobiel zoeken. En een grote kans dat bij jullie vereniging meer mensen zijn die op de mobiel zoeken dan op de PC. En bij Beturn is het zo dat volgens mij hebben wij iets van op de website 80% bezoekers via de mobiel. En 20% nog maar via de laptop of PC. Dus tegenwoordig moet die goed geschikt zijn om mobiel ook getoond te worden. Dus je website moet kunnen aanpassen. Als iemand dus bezoekt via zijn laptop, moet hij een bepaald grote scherm hebben. Als iemand via een laptop of via een tablet zoekt, moet hij natuurlijk weer een ander soort scherm hebben, dus een ander grootte. En een mobiele bezoeker heeft ook weer een kleiner scherm. Dus je website moet wel interactief zijn om de juiste grootte te aantonen. Dat kan niet elke website. Dus het is goed om altijd even te testen op je telefoon bijvoorbeeld. En hoe sneller laden, hoe beter. Dus echt wel echt het allerbelangrijkste punt daarvan. Even wat case studies. Ik heb wat dingetjes opgezocht. Daarbij is een veilige website altijd het hoogste in Google. Want dit is een van de belangrijkste dingen ook naast de snelle website voor Google. En dit heeft te maken met een SSL-certificaat. Ik zal er even een voorbeeld van laten zien. Want er zijn echt heel veel clubs nog die dit niet hebben. En eigenlijk als je een website hebt, voor iedereen die een website heeft, moet gewoon deze certificaat hebben. Anders dan word je gewoon minder getoond. En het wordt aangegeven dat het onveilig is. Dus hier heb je een voorbeeld van een club. En kun je zien dat die niet beveiligd is. Dus het kan ook zijn dat je nog een ander soort scherm krijgt, waarbij je een soort leeg scherm krijgt met bijvoorbeeld, dit is niet beveiligd, wil je wel doorgaan? Nou, dit zorgt ervoor dat je nog veel minder bezoekers krijgt. En je wordt dus ook nog eens een keer minder hoog in Google gepositioneerd. Dus dit altijd even checken of je het hebt. Het is goed om straks even op je eigen website te checken van je club of die wel ingesteld staat. En anders komt die een vinkje te staan dat die goed is, zeg maar. Maar er zijn echt wel heel veel clubs die dat niet hebben. Dus goed om even te checken. Zorg ervoor dat je de juiste beschrijvingen gebruikt. Dus niet alleen bij de afbeeldingen die in de website staan, maar ook bij andere beschrijvingen. Even kijken, ik zie dat. Jolon zegt zo'n slotje ervoor, laat het ook zien, toch? Ja, als. Kijk hoor. Even terug. Hier zie je dus een i staan. En als er een slotje staat, is hij goed. Dan is hij mooi beveiligd. Dus dan is hij perfect. Dan is hij goed ingesteld. En anders, mocht je webmaster hebben, kan je die altijd even vragen. Maar wij weten ook altijd hoe je die moet instellen. Dus je kan ook altijd Beturn even vragen. Juiste beschrijvingen. Bijvoorbeeld bij Beturnen. Want wij willen natuurlijk gevonden worden op het zoekwoord Turnen bijvoorbeeld. Maar ook turnoefeningen. Wij richten ons op turntrainers en turnsters. En natuurlijk ook voor bestuursleden en gymverenigingen. Die hebben wij in onze meta-description staan. En dit is dan zeg maar de titel van ons
hoofdwebsite, zeg maar, van de homepage. Dus dat zijn de dingen waar wij op gevonden willen worden. Dus dit laat ook Google zien als eerste als iemand hierop zoekt. Nou, ik heb bijvoorbeeld van een andere club gevonden. In dit geval zie je dat er, dit staat nogal redelijk neergezet. Zou ik liever eigenlijk van home, zou ik liever maken bijvoorbeeld turnen, of turnen in Leiden, of turnen, jongens turnen, dames turnen, noem maar op. Dat zijn dingen waar je gevonden wil worden. Hier gebruiken ze geen, maakt ze geen gebruik van meta description. Dus wat wij hier bestaan, wil je hier eigenlijk ook. Dus kom turnen in Leiden, of springgroepen, of ja, wat voor dingen je aanbiedt. En hier staat bijvoorbeeld probeer. Nou, probeer is natuurlijk niet een zoekwoord waar je op gevonden wil worden. Want er gaat niemand in Google zoeken op probeer. Maar je wilt hier wel turn hebben staan. Of gymvereniging. Of turnvereniging. Dus nou, dat zijn heel veel dingen. Zeker als je dus hier turn hebt staan, hier turn hebt staan en hier turn hebt staan. Heeft in ieder geval Google weer 3 meer manieren om je te vinden in Google. Dus dat zorgt in ieder geval voor dat je niet een stuk meer gevonden wordt. Dus dat is toch wel kennis die... die je mee kan pakken om beter getoond te worden. Snelheid van de website. Hoe kan je daarmee aan de slag gaan? Dat is vooral het beste. En dat kan je redelijk makkelijk doen met een aantal tools. Om te checken of die snel is. Dat moet natuurlijk zo snel mogelijk zijn. Meestal is het zo als je website trager is dan 3 seconden. En bij sommige websites is dat nog het geval bij sommige clubs. Dan haakt een bezoeker bijna altijd af, want dan denkt de bezoeker van, goh, deze website werkt niet. Laat ik maar verder kijken en laat ik maar kijken of er een andere club is, want volgens mij is deze website niet goed en is deze club niet actief. Dus is dat goed om even te checken. En ja, mensen worden steeds ongeduldiger tegenwoordig. Dus het zorgt ook voor dat het, het gewoon echt snel moet werken. Je kan Pingdom daarvoor gebruiken, tools.pingdom.com. Dat is een gratis tool. En als je daar naartoe gaat, kan je je website naam kan je er invoeren. En dan checkt deze, dit programma hoe snel je website laat. Hier het voorbeeld van Beturn erbij ook meteen. Ja, hier kan je zien dat die redelijk snel is. Dit is 1.28. Wij zijn in januari overgegaan naar een andere website. Hiervoor hadden we een ander soort website. En zag er ook gewoon goed uit. Werkt ook prima. Maar toen hadden wij volgens mij een laadtijd van 8 seconden ongeveer. Dus nou, dat is gewoon iets wat je eigenlijk niet wilt. En ik zie ook gewoon dat door wij ook bijvoorbeeld snellere laadtijd hebben, dat we ook gewoon beter worden laten zien in Google. Dus dat heeft gewoon goed meegeholpen. Dus het werkt erg goed. Dus dat kan je ook even gebruiken om voor je eigen club even te checken. En mocht die wat trager zijn, dan kun je kijken hoe je die kan versnellen.